hier tezamen. In de harmonie op de Rozengracht. Ja, precies. Zo is het. Zijn wij boos? Ja! Heel boos! Zijn wij neidig? Ja! Pisneidig! Dat Colijn onze uitkeringen wil verlagen, dat is een schande! Trots! Ja! Het was 3 keer niks, maar nou is het 4 keer niks. Nee, wacht even, dat kan niet. Nee, kijk, 4 keer niks is net meer dan 3 keer niks, dus dat kan niet. Onzin, niks is niks. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom, hij zegt 4 keer niks. Nee, luister nou. Hoe dan ook? Wij worden gekort. Dus gaan wij morgen rustig demonstreren. Oh, jongens, dat is toch verschrikkelijk? Dat kan toch gewoon niet? Heb iemand nog wat voor de rondvraag? Ja. Ah! Wat? Wie is zij? Geen idee. Mensen Jordanezen, luister naar mijn verhaal en huivert. Mijn 7 kinderen lijden altijd honger. We hebben thuis geen kruimeltje droog brood. Wij ook niet. We leven van 11 gulden van de bijstand. Soms denk ik wel eens, waren we maar dood. Maar dood. We creperen van de armoe en de tering. We smeken om een snel en pijnloos graf. Want van die 11 broodnodige guldens haalt Colijn er zomaar 3 vanaf. Zo gaan we kapot, ja zo gaan we eraan. Waar pikken we dat in die oude Jordaan? Hey. Mensen, gaan we knokken! Ja, actie! Dus breek de straat op en gooi je met die steen. Met die steen! Trek lantaarnpalen om, 1 voor 1. 1 voor 1! Gooi je keien naar de smeren, zijn je boom op de station. Jordaanezen, laat je horen, steek de hele wijk in brand. Helemaal! Maar naar buiten, nee, we pikken het niet meer. We pikken het niet meer! Ook al schieten ze alle Jordaanezen neer. Colijn krijgt toch de kleren, loop van mijn part naar de maan. Want nu komen wij in actie, we gaan het keihard tegenaan. Met die hele, die arme, die mooie, die warme, die harde, die kwaaie, die stoere, die taaie, die fijne, die trouwe, die linker.